And the next song we're gonna do for Sister Selecta, Cynthia. Cynthia, you know Cynthia, Selecta. Willa Selecta. And the next song. Cabezum. Cabezum. Rewind. Selecta, Sister Cynthia. Pull up, pull up, pull up. Selecta, Reggie Cousin, rap, rap. Big up yourself, Sister Cynthia Selecta. You know you don't know this is Reggie Cousin. And the next tune of the tune we're gonna buzz is the next tune. Play music, play tune. Play Mr. DJ, rap Mr. DJ. Play the favorite song for me. It's the Rubber Dub. It's the Rubber Dub. The Rubber Dub in the party and the club. Yeah man, big up. Man, yeah man, thanks brother. Yeah man, crafty. Alasan ibong, alasan ibong. Okay nang. Yeah, alasan ibong tak. Mi denk ik zing jong. Oh kong, maar toen oma zou aan zingen ook. Toen mij wacht juist op denk, maar nog kon waar hij zou zingen. Ja, nog bang. Nog maar happy, ja. Dat we kan lukken een paar maaike euro kan aan mijn stem. Abong, je hebt me. Crafty! Yeah, this is your story, Kadir. It's good, eh? I big up yourself, brothers and sisters. The Rasen bust up with another a cappella, you see? A new a cappella bust up, people united. In respect to the people all over the world, man. Check up right now, you know, Rasen and Kev Reki Kersen right now in the house. You know this one, Rasen in the house. Bust up in this a cappella. This is bright life, sunshine. Give thanks and praises for life. And everything good and positive. See me happy, give thanks and praise for life. Everything is good, cause every day I see a new day. Every day I wake up so good. I've got to give thanks every day, cause life is a good thing to live and pray. I big up yourself, brothers and sisters. This is Rasen and Reggie Cash and Reggie Carlson in the house right now. Try to bring you some new reggae vibes, you know. Big up yourself, love and peace and unity. Yeah man, salute are here, yes, yes, yes. A big up Rasen and Reggie Carl, moving up in the house now for one love all over the world. People, big up yourself, you know, for life. Talk one red, talk one red, more, happy, all thing. Okay, do it. I'm okay. Then I carry him to okay, yeah man, yeah man, yeah man, yeah man. Marijuana, na. You know, or you don't know, Reggie Cousin. Ah, yeah, man. Big bro. Ah, it's also love you. Yeah, man, yeah, man, yes, yes. It's all for Umpy, love you. Love for life. I thank you, and for thanks, thanks. Reggie Cousin! I man said Reggie Cousin! Yes man, this is Ross Cloud aka Butoy representing for the one called Reggie Cousin! Yes I, this is yours truly, House of Dread Butoy aka Ross Cloud representing for the one called Reggie Cousin! I man big friend you know, I man tell you say big up Reggie Cousin! Shout out! Yeah, you know? Them fino, Reggie Cousin. I'm a good friend, you know, all the way from Suriname by ways of Holland. I man say, Reggie Cousin. Reggie, 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 pull up that. Reggie, pull up that. Play again, tune. This Nagrombasi subsurface, salute, yaba, subsurface, yama. Boom, 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 boom. Yo, hey, the Kadi here, and Misha, hey, no, the fake flyer. Allah Fasi, bless up, more life. Rock the lab. Yo, this is Pop Man, get it in set. Uncle Reggie, you ready? Let's go. Valley. Commandment. No, I don't want to go to a party in your pants. It is Anger Man, not Anger Lady. Yo, check this out, man. I don't know what we're yelling about.
Reggie Cousin on the mix. Let's go. You ready? Whoa, yo. Pam, 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 pam. Man hot head. My skull hot like the fire of hell. What? Hey, Jagger. Black bush, crack bush, fat bush, rock food. My brothers and my sisters, I told you before, I got within the doctor called before. Again, I get multiple personality issues, you understand. So, that's why the guy come tell me. You understand? So, I tell him, when I go to my friend's house, you know, I don't envy anyone. You understand? So, me, if they got water, I drink water. If there's nothing else, I drink water. You understand? One time, my friend come to my house. She tell me, my Niger friend, too. She tell me, my sister, you get water, we think you go drink. Me, I tell, me, I say, water now, like you now, so we go drink water together. You understand? That's what we go do now. That's what, okay, that's what now. Because, we know feel like, the Wahala girl. So that's why I drink water. Anywhere they go, any house, I just drink water. That's how they go. That's how now. Okay now. That's how now. Okay. Happy you. Now Wahala. But that's how they go. Okay? So you should understand me or understand me all this stuff. Whatever you want to do with me. But now what I did drink when I did reach for your house, okay? Okay, now so now. My brothers and my sister. Yo, Uyaka. They will talk about Matida we talk kring ati uno danga fake friends arke bong sa metaki. No for food the artist waki le kwa po taki na you face den la fute you we de tak baki. That he confronted the whore you na ati. The sort lagi mati that maskal for the lati. One furu e tekel in the sort axi dati. The play na pay maka fuka da pilet asi. Cause I'm big of yourself. Namak. Buyaka alfa fire black. Whoa! Als je me opkomt dan is het helemaal mooi, weet je? Dat is helemaal ja, dan heb je dat, ja, dat is het einde zoek eigenlijk, weet je, want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je, je bent gewoon niet jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg, ja, spannend eigenlijk. Want ik had een keer meegemaakt, weet je, ze hadden ze me meegenomen naar Parra en zo. En dat had ik er gewoon gezien, weet je. We krijgen gewoon windy of zo, ik weet niet hoe dat dan nog... Ja, joh, goh, en ik ben niet eens raar, joh. Godsamme zeg, Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog nooit, ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om me gewoon te zuipen en alles gewoon. Had ik nog gewoon, ook nog, ja, hoe moet ik zeggen. Ja, nou ja, hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je. Dus ik dacht bij mezelf van, nou, volgens mij is het toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd om af en toe een keertje wind te krijgen. Want dan krijg je gewoon zuipen en alles. Ja, ik zweer het. Nou, zeg. Dus ik stond er wel van te kijken. Van, ja, het was echt een hele erg spirituele ervaring, zeg maar. Maar, Nou, ik moet toch echt een keertje weer terug naar Suriname, weet je. Want ik moet echt een keertje terug op zoek naar mijn roots en zo. Weet je, want ik vond het wel een beetje, zeg maar, Blair Witch Project-achtig, weet je wel. Nou, toen raakte ze ook een camera kwijt, want ik wilde filmen. Maar ik dacht bij mezelf, nou, direct komt zo'n Blair Witch figuur op mij af. Ja, dan hebben we mooi de pop om te dansen. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet, weet je. Ik bedoel, ik ben ook gewoon op vakantie en zo.
gewoon om het gezellig te hebben. En ja, dan willen we natuurlijk ook gewoon kijken. Kijken naar al soort dingen, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon een attractie voor mij als toerist. Dus, dus vandaar. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon lekker naar Para, weet je, Para. Ja, dat is een ander stukje van Paramaribo of zo, weet je, van Suriname en zo. Maar je moet gewoon een heel lange weg volgen, gewoon vlakbij het vliegveld en zo. Toen ben ik geweest en zo. Nou, dat heb ik dan gewoon meegemaakt. Het is gewoon echt schandalig. Maar het was gewoon spannend en het was gewoon net een, ja, ik weet niet, een extase. Gewoon. Dus vandaar, dus ik wil het gewoon nog een keertje zien, weet je. Dus, Paramaribo. Nou, tot gauw. Snap je het? Het is gewoon een geweldige land. En ik ben echt blij dat mijn voorouders daar vandaan komen. Ja, ze hebben wel een omweg gemaakt, weet je. 400 jaar en zo. En ik bedoel, ze komen ergens uit Afrika, weet ik veel wat. Uit de Rimbo, weet je. Groeten uit de Rimbo. Ken je dat programma? Nou, daar komen ze vandaan en zo. Dus ik moet ook een keertje dan naar de Rimbo toe. Want ik heb gehoord dat ze daar geen huizen hebben en alles. Ze hebben daar gewoon alleen maar van die rieten huizen en zo. En ze lopen daar. Ze weten niet wat schoenen zijn en zo. Dus ik moet echt even zelf hun eigenlijk gaan leren wat het is om schoenen te dragen en zo. Snap je wat ik bedoel? En gewoon fatsoenlijk in een huis te wonen. Maar goed. Asari, hè. Eigenlijk moet ik gewoon rustig aan doen, weet je, want we hadden gewoon die poeken of die, hoe heet het andere ook alweer, die chromantie of zo. Als die omhoog komt, dan is het helemaal mooi, weet je, dat is helemaal, ja, dan heb je dan, ja, dat is het einde zoek eigenlijk, weet je, want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je, je bent gewoon niet jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg, ja, spannend eigenlijk. Ik had een keer meegemaakt, weet je. Ze hadden ze meegenomen naar Para en zo. En dat had ik dan gewoon gezien, weet je. Dan krijg je gewoon Wintie of zo. Ik weet niet hoe dat allemaal. Ja, joh. Goh, en die vent die deed er aan, joh. Godsamme zeg. Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog uit, ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om me gewoon te zuipen en alles gewoon. Had hij nog gewoon, ook nog, ja, hoe moet ik zeggen. Ja, nou ja, hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je. Dus ik dacht bij mezelf van, nou, volgens mij is het toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd om af en toe een keertje wind te krijgen. Want dan krijg je gewoon te zuipen en alles. Ja, ik zweer het. Zeg. Dus ik stond er wel van te kijken, van ja, het was echt een hele erg spirituele ervaring, zeg maar. Maar ik moet toch echt een keertje weer terug naar Suriname, weet je, want ik moet echt een keertje terug op zoek naar mijn roots en zo. Weet je, want ik vond het wel een beetje, zeg maar, Blair Witch Project-achtig, weet je wel. Nou, toen raakte ze ook een camera kwijt, want ik wilde filmen, maar ik dacht bij mezelf, nou, direct komt zo'n Blair Witch figuur op mij af. Ja, dan heb je mooi de pop om te dansen. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet, weet je. Ik bedoel, ik ben ook gewoon op vakantie en zo. Gewoon om het gezellig te hebben en ja, dan willen we natuurlijk ook gewoon kijken. Kijken naar dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon een attractie voor mij als toerist. Dus, dus vandaar. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon lekker naar Para, weet je, Para. Ja, dat is een ander stukje van Paramaribo of zo, weet je, van Suriname en zo. Maar je moet gewoon een heel lange weg volgen, gewoon vlakbij het vliegveld en zo. Toen ben ik geweest en zo. Nou, dat heb ik dan gewoon meegemaakt. Het is gewoon echt schandalig. Maar het was gewoon spannend en het was gewoon net een, ja, ik weet niet, een extase. Gewoon. Dus vandaar, dus ik wil het gewoon nog een keertje zien, weet je. Dus, Paramaribo.
Nou, het is gauw. Snap je het? Het is gewoon een geweldig land. En ik ben echt blij dat mijn voorouders daar vandaan komen. Ja, ze hebben wel een omweg gemaakt, weet je, 400 jaar en zo. Ik bedoel, ze komen ergens uit Afrika, weet ik veel, uit de Rimbo, weet je. Groeten uit de Rimbo, ken je dat programma? Nou, daar komen ze vandaan en zo. Dus ik moet ook een keertje naar de Rimbo toe. Want ik heb gehoord dat ze daar geen huizen hebben en alles. Ze hebben daar gewoon alleen maar van die rieten huisjes en zo. En ze lopen daar, ze weten niet wat schoenen zijn en zo. Dus ik moet echt even zelf hun eigenlijk gaan leren wat het is om schoenen te dragen en zo. Snap je bedoel? Of gewoon fatsoenlijk in een huis te wonen. Maar goed, Asariëlle. Nou, eigenlijk moet ik gewoon rustig aan doen, weet je. Want voordat gewoon die apokken of die, hoe heet het andere ook alweer, die chromantie of zo. Als die omhoog komt, dan is het helemaal mooi, weet je. Dat is helemaal, ja, dan heb je dan, ja, dan is het einde zoek eigenlijk, weet je. Want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je. Je bent gewoon niet jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg ja, spannend eigenlijk. Want ik had een keer meegemaakt, weet je. Ze hadden ze meegenomen naar Para en zo. En dat had ik wel gewoon gezien, weet je. We krijgen gewoon Winti of zo. Ik weet niet wie dat allemaal. Ja, joh. Goh, en die vent die deed raar, joh. Godsamme zeg. Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog uit. Ik zei, nou, ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om gewoon te zuipen en alles gewoon. Had hij nog gewoon, ook nog, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nou ja, hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je. Dus ik dacht bij mezelf van, nou, volgens mij is het toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd om af en toe een keertje wind te krijgen. Want dan krijg je gewoon zuipen en alles. Ja, ik zweer het. Nou zeg, dus ik stond er wel van te kijken, van ja, het was echt een hele erg spirituele ervaring, zeg maar. Maar ik moet toch echt een keertje weer terug naar Suriname, weet je, want ik moet echt een keertje terug op zoek naar mijn roots en zo. Weet je, want ik vond het wel een beetje, zeg maar, Blair Witch Project-achtig, weet je wel. En toen, ja, toen raakte ze ook een camera kwijt, want ik wilde filmen, maar ik dacht bij mezelf, nou, direct komt zo'n Blair Witch figuur op mij af. Ja, dan heb je mooi de pop om te dansen. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet, weet je. Ik bedoel, ik ben ook gewoon op vakantie en zo. Gewoon om het gezellig te hebben en ja, dan willen we natuurlijk ook gewoon kijken. Kijken naar dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon een attractie voor mij als toerist. Dus, dus vandaar. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon lekker naar Para, weet je, Para. Ja, het is een ander stukje van Paramaribo of zo, weet je, van Suriname en zo. Maar je moet gewoon een heel lange weg volgen, gewoon vlakbij het vliegveld en zo. Toen ben ik geweest en zo, en dat heb ik daar gewoon meegemaakt. Het is gewoon echt schandalig. Maar het was gewoon spannend en het was gewoon net een, ja, ik weet niet, een extase, gewoon. Dus vandaar, dus ik wil het gewoon nog een keertje zien, weet je. Dus, Paramaribo, nou, tot gauw, snap je het? Het is gewoon een geweldig land en ik ben echt blij dat mijn voorouders daar vandaan komen. Ja, ze hebben wel een omweg gemaakt, weet je, 400 jaar en zo. Ik bedoel, ze komen ergens uit Afrika, weet ik veel, want uit de Rimbo, weet je. Weet je, groeten uit de Rimbo, ken je dat programma? Nou, daar komen ze vandaan en zo. Dus ik moet ook een keertje naar de Rimbo toe, want ik heb gehoord dat ze daar geen huizen hebben en alles. Ze hebben daar gewoon alleen maar van die rieten huisjes en zo, en ze lopen daar, ze weten niet wat schoenen zijn en zo. Dus ik moet echt even zelf hun eigenlijk gaan leren wat het is om schoenen te dragen en zo. Snap je bedoel? Of gewoon fatsoenlijk in een huis te wonen. Maar goed, Asariëlle. Nou, eigenlijk moet ik gewoon rustig aan doen, weet je. Want voordat gewoon die
voegen of die, weet het andere ook alweer, die chromantie of zo. Als die omhoog komt, dan is het helemaal mooi, weet je. Dat is helemaal, dan heb je wel, dat is het einde zoek eigenlijk, weet je. Want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je. Je bent gewoon niet jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg, spannend eigenlijk. Want ik had een keer meegemaakt, weet je. Ze hadden ze meegenomen naar Parra en zo. En dat had ik dan gewoon gezien, weet je. We krijgen gewoon Winti of zo. Ik weet niet hoe dat allemaal... en die vent die deed raar, joh. Godsamme zeg, Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog nooit. Ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om me gewoon te zuipen en alles gewoon. Had hij nog gewoon ook nog, hoe moet ik zeggen? Hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je. Dus ik dacht bij mezelf van, volgens mij is het toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd om af en toe een keertje wind te krijgen. Want dan krijg je gewoon zuipen en alles. Ja, ik zweer het. Nou zeg. Dus ik stond er wel van te kijken. Het was echt een hele erg spirituele ervaring, zeg maar. Maar ik moet toch echt een keertje weer terug naar Suriname, weet je. Want ik moet echt een keertje terug op zoek naar mijn roots en zo. Weet je, want ik vond het wel een beetje, zeg maar, Blair Witch Project-achtig, weet je wel. Nou, toen raakte ze ook een camera kwijt, want ik wilde filmen. Maar ik dacht bij mezelf, direct komt zo'n Blair Witch figuur op mij af. Ja, dan hebben we mooi de pop om te dansen. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet, weet je. Ik bedoel, ik ben ook gewoon op vakantie en zo. Gewoon om het gezellig te hebben. En dan willen we natuurlijk ook gewoon kijken. Kijken naar al dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon een attractie voor mij als toerist. Dus, dus vandaar. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker naar Para, weet je. Para. Ja, dat is een ander stukje van Paramaribo of zo, weet je. Van Suriname en zo. Je moet gewoon een hele lange weg volgen, gewoon vlakbij het vliegveld en zo. Ik ben geweest en zo. Nou, dat heb ik dan gewoon meegemaakt. Het is gewoon echt schandalig. Maar het was gewoon spannend en het was gewoon net een, ik weet niet, een extase. Gewoon. Dus vandaar, dus ik wil het gewoon nog een keertje zien, weet je. Dus, Paramaribo. Tot gauw. Snap je het? Het is gewoon een geweldig land. En ik ben echt blij dat mijn voorouders daar vandaan komen. Ze hebben wel een omweg gemaakt, weet je, 400 jaar en zo. Ik bedoel, ze komen ergens uit Afrika, weet ik veel, wat uit de Rimboe, weet je. Groeten uit de Rimboe, ken je dat programma? Daar komen ze vandaan en zo. Dus ik moet ook een keertje naar de Rimboe toe. Want ik heb gehoord dat ze daar geen huizen hebben en alles. Ze hebben daar gewoon alleen maar van die rieten huisjes en zo. En ze lopen daar. Ze weten niet wat schoenen zijn en zo. Dus ik moet echt even zelf hun eigenlijk gaan leren wat het is om schoenen te dragen en zo. Snap je wat ik bedoel? Of gewoon fatsoenlijk in een huis te wonen. Maar goed. Asari, hè. Eigenlijk moet ik gewoon rustig aan doen, weet je. Want voordat gewoon die poeken of die, hoe heet het andere ook alweer, die chromantie of zo. Als die omhoog komt, dan is het helemaal mooi, weet je. Dat is helemaal, dan heb je wel, dat is het einde zoek eigenlijk, weet je. Want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je. Je bent gewoon jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg, spannend eigenlijk. Ik had een keer meegemaakt, weet je. Ze hadden ze meegenomen naar Parra en zo. En dat had ik dan gewoon gezien, weet je. Dan krijg je gewoon Winti of zo. Ik weet niet hoe dat allemaal... en die vent die deed raar, joh. Godsamme zeg, Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog nooit. Ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om me gewoon te zuipen en alles gewoon.
had ik nog gewoon ook nog, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nou ja, hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je? Dus ik dacht bij mezelf van, nou, volgens mij is het toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd om af en toe een keertje wind te krijgen. Want dan krijg je gewoon te zuipen en alles. Ja, ik zweer het. Nou, zeg. Dus ik stond er wel van te kijken, van ja, het was echt een hele erg spirituele ervaring, zeg maar. Maar, ik moet toch echt een keertje weer terug naar Suriname, weet je, want ik moet echt een keertje terug op zoek naar mijn roots en zo. Weet je, want ik vond het wel een beetje, zeg maar, Blair Witch Project-achtig, weet je wel. Toen, ja, toen raakte ze ook de camera kwijt, want ik wilde filmen, maar ik dacht bij mezelf, nou, direct komt zo'n Blair Witch figuur op mij af. Ja, dan hebben we mooi de pop om te dansen. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet, weet je. Ik bedoel, ik ben ook gewoon op vakantie en zo. Gewoon om het gezellig te hebben en ja, dan willen we natuurlijk ook gewoon kijken. Kijken naar al soort dingen, weet je. Ik bedoel, het is ook gewoon een attractie voor mij als toerist. Dus, dus vandaar. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon lekker naar Para, weet je, Para. Ja, dat is een ander stukje van Paramaribo of zo, weet je, van Suriname en zo. En je moet gewoon een heel lange weg volgen, gewoon vlakbij het vliegveld en zo. Ik ben geweest en zo, nou, dat heb ik dan gewoon meegemaakt. Het is gewoon echt schandalig. Maar het was gewoon spannend en het was gewoon net een, ja, ik weet niet, een extase, gewoon. Dus vandaar, dus ik wil het gewoon nog een keertje zien, weet je. Dus, Paramaribo, nou, het is gauw, snap je, het is gewoon een geweldig land. En ik ben echt blij dat mijn voorouders daar vandaan komen. Ja, ze hebben wel een omweg gemaakt, weet je, 400 jaar en zo. Ik bedoel, ze komen ergens uit Afrika, weet ik veel, uit de Rimbo, weet je. Groeten uit de Rimbo, ken je dat programma? Nou, daar komen ze vandaan en zo. Dus ik moet ook een keertje naar de Rimbo toe. Want ik heb gehoord dat ze daar geen huizen hebben en alles. Ze hebben daar gewoon alleen maar van die rieten huisjes en zo. En ze lopen daar, ze weten niet wat schoenen zijn en zo. Dus ik moet echt even zelf hun eigenlijk gaan leren wat het is om schoenen te dragen en zo. Snap je wat ik bedoel? En of gewoon fatsoenlijk in een huis te wonen. Maar goed. Asariëlle. Nou. Eigenlijk moet ik gewoon rustig aan doen, weet je. Want we hadden gewoon die poeken of die, hoe heet dat de andere ook alweer? Die chromantie of zo. Als die omhoog komt, dan is het helemaal mooi, weet je. Dat is helemaal... ja, dan heb je dan, ja, dat is het einde zoek eigenlijk, weet je, want je weet dan nooit wat er gaat gebeuren, weet je, je bent gewoon niet jezelf en alles. En dat is gewoon heel erg, ja, spannend eigenlijk. Want ik had een keer meegemaakt, weet je, ze hadden ze me meegenomen naar Para en zo. En dat had ik wel gewoon gezien, weet je. Dan krijg je gewoon windie of zo, ik weet niet wie dat allemaal... ja, joh, goh, en die fan die deed raar, joh. Godsamme zeg, Jezus Christus. Dat had ik nog nooit gezien van mijn leven, weet je. Ik bedoel, ik ben in Holland opgegroeid, in Nederland, weet je. Dus ik had het nog nooit, ik schrok me eigenlijk helemaal kapot, weet je. En toen gaven ze nog om me gewoon te zuipen en alles gewoon. Had ik nog gewoon, ook nog, ja, hoe moet ik het zeggen... Ja, hij wou van alles, zeg maar, hè, weet je.